Welkom in Voorschoten, welkom bij Zwembad Het Werf. Dit is de locatie waar wij op zaterdag met Sylvester Zwemschool lesgeven. Van 5:30 tot 5:45. De hele zaterdagmiddag geven we hier les. Ik ga jullie even laten zien hoe het zwembad er aan de binnenkant uitziet. En ook wat voor routes we moeten lopen en wat het handigste is voor de kinderen en ouders om te doen. Bij Sylvester Zwemschool gaan we voor een leven vol zwemplezier. Dat gaan we hier in het zwembad Het Werf doen. En hier doen we alle niveaus, dus van fase 1... tot snorkelen, survival, zwemvaardigheid en technieklessen. Doe allemaal in het grote, fijne bad, 25 meter. Ik laat jullie even zien hoe de achterkant van het zwembad eruit ziet. En een klein beetje ook van hoe het zwembad er aan de binnenkant uitziet. Loop maar mee. In dit zwembad mogen jullie er zelf voor kiezen om de grote hokken te gebruiken of de kleine hokken verderop om je om te kleden. Als jullie naar binnen gaan het zwembad in, mag het ook via allebei de douches. Onze voorkeur heeft dat jullie via deze douche, de eerste douche, het zwembad ingaan. Zodat we ook een beetje kunnen zien wie er binnenkomt en hoe de kinderen precies lopen. Hou er wel rekening mee dat na de kleedkamers het verplicht is om of met slippers of met blauwe schoentjes het zwembad in te gaan. Blote voeten is natuurlijk ook een goede. Zoals jullie zien, de kleedkamers zijn helemaal leeg. We willen in het zwembad, als er zwemles wordt gegeven, ook graag zo zien. Dan blokkeren we geen plekken voor mensen die nieuw binnenkomen. Dus neem je spullen allemaal mee. Slippers, je blauwe schoentjes en ook de zwemtas natuurlijk. Jullie mogen zelf meelopen het zwembad in, langs de kant gaan zitten. Mits dit geen afleiding geeft voor de kinderen. Dus als jullie je netjes gedragen in het zwembad, dan mogen jullie allemaal lekker langs het zwembad plaatsnemen. Er is voldoende ruimte. En de kinderen gaan veel plezier maken in het zwembad. Een leven vol zwemplezier, dat kan je bij Sylvester krijgen. Nu is het zwembad leeg. Tijdens onze zwemlessen liggen er allemaal kindjes in. Die zich aan het voorbereiden zijn op een leven vol zwemplezier. Dan geven ze hier het vertrouwen en de kracht dat ze zichzelf kunnen redden in het zwembad. En we zijn heel blij dat we dat kunnen doen en dat jullie bij ons zijn om dat te laten doen. Zwemmen is een feestje, het is hartstikke leuk. Via deze douche gaan we in principe het zwembad uit. In het verleden was het aankleden in de kleine hokjes en dat is nu helemaal vrijgelaten. Dus jullie mogen zelf weten of jullie in een grote hok of in een kleine hok willen aankleden. Tijdens de coronapandemie gingen we ook via de nooduitgang aan deze kant het zwembad uit. Waardoor dat heel veel tocht gaf in het zwembad, was het niet zo prettig voor de kinderen. Iedereen werd een beetje koud van, dus die deur die houden we in principe dicht. Mocht je per ongeluk toch die deur door zijn gekomen, trek dan even aan de bel, want er moet even de schuifdeur open aan de achterkant. Ik zal ervoor zorgen dat die open staat, maar misschien vergeet dat een keertje. Kom even kijken hoe we dan verder teruglopen naar de kantine. Oh, wacht. Die schoentjes, die kunnen natuurlijk uit als we naar buiten gaan. Naar buiten kunnen we de deur gebruiken door onze heup erin te zetten. Helaas, naar binnen moet je wel aan de deur trekken. Want deze deur blijft dicht. Ook voor de tocht in het zwembad, om ervoor te zorgen dat het lekker warm blijft in het bad. Dus als je naar binnen gaat, één keer je hand gebruiken en ga zwemmen. De Zwembadbranche Awards. Vanuit de Zwembadbranche, dat is een magazine dat uitkomt voor de volledige zwembadbranche, is er een verkiezing voor de beste zwemschool en beste zwemlesteam van Nederland. Hiervoor moeten we genomineerd worden. Help ons daarom door even de QR-code te scannen en een review achter te laten op de reviewsite van een zwembadbranche. Naast dat wij op die manier genomineerd kunnen worden voor de awards, zien we ook heel veel reviews terugkomen met soms wat kritische punten en die proberen we allemaal aan te pakken. Dus alle feedback die u ons geeft, die nemen we ten harte en daar gaan we ook mee aan de slag.
Dus schrijf vooral ook als je iets wil wat verandert, dan kunnen we daarmee aan de slag gaan. Sponsor stemmen, scan je de code, ga je naar de pagina van de zwembadbranche, vul je een review in. Gemiddeld duurt het ongeveer 2 minuten om die review in te vullen, dat is helemaal niet zoveel werk. En je hebt toch 30 minuten dat je hier zit. Vul hem in, hou er wel rekening mee dat wij natuurlijk zwemles geven, geen recreatief zwemmen en ook geen andere aquasport. Dus daar hoef je ook geen review over te schrijven. Die vraag wordt wel gesteld. Schrijf vooral ook waarom je een bepaalde review schrijft. Alvast bedankt voor het schrijven van een review. In de beschrijving onderin het filmpje staat ook een link naar de awardpagina. En natuurlijk ook een link naar de Google reviews die altijd blijven staan. Want na deze awards verdwijnen de reviews en hebben we eigenlijk alleen nog maar Google. Dus schrijf ook via Google een review voor Sylvester Zwemschool. Bedankt daarvoor. Ik heb geen idee wat ik ga zeggen, maar voor de rest ben ik blij dat jij aan het filmen bent. Je lacht er wel.